De Republic Bank is van plan 650.000 SRD te investeren in de gemeenschap, middels haar sociaal programma. Dit kwam vandaag naar voren bij de launch van het sociaal-maatschappelijk programma voor 2019, The Power to Make a Difference. Als onderdeel van dit programma zijn 5 organisaties blij gemaakt met een financiële donatie. De managing director van de bank, Sean Hussein, gaf aan dat sinds de intrede van de bank 3,5 jaar geleden in Suriname, zij steeds grote vooruitgang heeft gezien in zowel haar zakelijke als sociale activiteiten. Volgens hem is het Power to Make a Difference programma gebaseerd op het helpen bouwen aan een succesvolle gemeenschap. Equally important to the success of the Power to Make a Difference initiative is the partnership and support of our employees. Over the past year, a large number of our employees volunteered their time, their skills, their financial resources, and sometimes, yes, sometimes even help from their own family and circle of friends to assist those most in need by participating in social projects that enrich the lives of many poor and disadvantaged in our community. De organisaties Stichting Unupiking, OS Groot Henaar Polder, Slans Hospitaal, Paramaribo Zoo en Conservation International hebben symbolisch hun donatie in ontvangst genomen. De fondsen worden geïnvesteerd in het inrichten van 3 bibliotheken in het binnenland, de aanschaf van nieuw ziekenhuisapparatuur, het duurzaam beschermen van ons milieu en de vernieuwing van de speeltuin van de dierentuin. Susanna Dekkers van Stichting Unupiking was heel blij met de donatie. Oproep in de krant zag staan over the power to make a difference. Toen dacht ik, ja, volgens mij proberen wij bij Stichting Unupiking echt een verschil te maken voor verschillende groepen, voor verschillende mensen. Stichting Unupiking is een sociale werkplaats. We bestaan al 15 jaar en we bieden arbeidsplaatsen en opvang aan mensen met een beperking of mensen die op een andere manier wat extra steun nodig hebben. We doen het al 15 jaar zonder financiële steun van de overheid. We hebben een fietsafdeling, we hebben een boekenafdeling en we hebben een meubelsafdeling waar we onder andere schoolmeubilair maken. En met die meubelafdeling ondersteunen we schoolbibliotheken. We maken daar meubels voor scholen, zodat zij hun bibliotheek kunnen inrichten, hun mediatheek kunnen inrichten of een leeshoek bijvoorbeeld kunnen inrichten in het klaslokaal. Susanna Dekkers van Stichting Unupiking, die vandaag naast 4 anderen in aanmerking is gekomen voor een donatie van de Republic Bank. Deze donatie is onderdeel van het Power to Make a Difference programma voor 2019. De launch van dit programma heeft plaats gehad in Hotel Terrarica.